Hey, ik ben hier met Mattie. Ik moet dat zeggen of zo. Yo man. Rechtop zitten, je bent groot. Begin de video maar. Ik? Hoezo moet ik de video beginnen? Hey, Mattie vertelde me net dat die paprika niet lust. Dus dat gaan we nog eventjes uitzoeken, mensen. Je hebt niet eens een hand. Nee, ik heb die smaak al. Wat heb je niet? Hey, oké. Dat is je nieuwe huis. Je bent de eerste die letterlijk reject. Ja? Dat is mijn eerste gast ooit die zegt fuck deze. Nee. Oh man, dit is best lekker. Dat zeg ik toch! Het is heel waterig. En je gelooft me niet, hè? Dat je kan wel haten op mijn gimmick. Nee, echt lekker. Mattie is vandaag hier, stel jezelf even voor. Ik ben Mattie en ik speel voetbal. Ik speel voetbal, ja. En FIFA. En FIFA, ja. Pack opening. Ja, ook. Even een pack openmaken. Wie zit erin? Messi! Disrespect naar mijn content. Nee, helemaal niet. Kijk oprecht. Alleen als het zeg maar over FIFA gaat, dan kijk ik het niet. Want ik snap het hele pack ding niet. Dat is leuk. Je doet een pakket open. Je had vroeger toch van die kaartjes? Kun je sparen? Pokémon. Ja, Pokémon. Dat is fucking vet, maar dat is gewoon in FIFA. Pokémon kaart in FIFA. Ja, maar dan met spelers. Oh. We gaan vandaag voetbalvrouwen raden. Dat zijn vrouwen van voetballers die we gaan raden. Ja. Ik ben de raadkoning. Ik raad alles kapot als het maar kan. Ik heb laatst ouders van YouTubers geraden. Ging heel goed. Trouwens over ouders van YouTubers. Weet je wat? Ik had het van de week nog. Over jouw moeder. Met mijn moeder over jou. Echt waar? Waarom heb je zus je moeder over mij? Ze zei, wie was ook weer de jongen die toen vroeg of ik water wilde? Jij kwam met mij en je ging zelf water pakken. En zei gewoon, moeder van Mattie, wil je ook nog wat te drinken? Echt waar? Hey, moeder van Mattie, als ik kijk, kom je op mezelf. Oké, ik ben de raadkoning van, het valt wel mee. Mattie is de voetbalkoning van, het valt ook wel mee. We gaan vandaag voetbalvrouwen raden. Oh. Wat is moeder? Moet ik letterlijk de spelregels uitleggen? Ja, leg jij mij de spelregels precies uit. Ja, ik snap het idee van. Regel 1. We zien een foto van een vrouw. Maar moet ik meeraden? Regel 2. Moet ik meeraden? Zowel Mattie als Calvijn even hun mening over wiens voetbalvrouw het is. Regel 3. We zien het antwoord. En juichen om wie heeft gewonnen. Oké. Ben je klaar voor het spel? Ja. Ben je fucking klaar voor het spel? Yes! Ik ben helemaal vanuit je dorp naar hier naartoe gekomen. Het is warm hier. De stad van de liefde, Amsterdam. En we gaan vrouwen. Ja, dit is de vriendin van Peter, toch of wat? What? Die lijkt hierop. Helemaal niet. Oké. Je ziet een vrouw in bikini en je denkt het is de vriendin van Peter. Nee, ik heb die nog nooit gezien. Kan je eerlijk vertellen, ik vind het een fantastisch mooie vrouw. Het is echt een mooie vrouw. Ik heb geen idee. Ik heb een idee. Zeg het. Ik denk dat het vriendin van Neymar is. Echt waar? Ik weet het niet. Weet je dan Neymar nu weg is met Barca? Ja, tuurlijk weet ik. Oké, dat weet je dan wel. Nee, ja. Nee. Nee, echt niet? Nee, tuurlijk niet. Dat is echt het bekendste wat er gebeurd is deze zomer. Echt waar? Is het bij PSG nu? PSV. Nee, niet bij PSV. What the fuck? Paris Saint-Germain. Yes, dat weet je wel. Voetbal! Voetbal! Ik ga ook een gok wagen. Oké. Godver. Dit is een vriendin van nadenken. Ik heb één in mijn hoofd. Fabregas. Oké. Ik zeg maar wat. Ja, ik heb geen idee. Fabregas. Zo heet het toch? Fabregas. Fabregas zit er nu? Bij PSG. Ja, dat klopt. Echt? Nee. Fabregas. Nee maar. Graziano Pelle. Tuurlijk is het de chick van Pelle. Dat had ik moeten weten. Tuurlijk had je dat moeten weten. Ja, die had ik. Er kwam ook al bekend voor. Hij is wel die knappe dude toch? Ja, echt. Hij speelt toch bij een Nederlandse club? Hij speelde bij Feyenoord. Hij speelt nu in China en hij verdient iets van 20 miljoen per jaar of zo. Deze had ik moeten weten. Ik voel me echt kut nu. Ja, je bent fucking slecht. Ja, is echt slecht. Als voetbal. Heel mijn reputatie gaat er gewoon anders een kut video. Wat is dit? Wat is dit? Hij is een chick. Oh shit, Sherlock. Ik moet zeggen, de vrouwen boeien me eigenlijk niet. Het voetbal gewoon. Dit is gewoon een chick. De meest gay uitspraak ooit. Hoezo? Voetbal? Ik heb gespeeld bij VV Meedhuizen, ja. Even respect. VV aan meiden. Voetbalvereniging Meedhuizen. Voetbalvereniging aan meiden. Derby is dat. Nee, dat scheelt echt 200 kilometer. Waar jij uit? Hier, zeg het. Ik zeg Casillas. Kijk, als je heel veel nadacht, wist je dat dit de vrouw was van Fabregas. Nee. Van Wacht. De chick van Messi, denk ik. Echt? Ja, gok ik. Ik heb geen idee. Ik denk Suarez. Ik zat in de buurt, hè, met Casillas en Messi. Ja, is echt. Ik voel me echt slecht, ik moet het weten. Letterlijk, deze chick lijkt niet. Nee. Ze hebben ook een kind. Ze hebben ineens een kind gespannen uit het niets. Het is echt bullshit, deze quiz. Zeker dat toch met hem gefilmd, die trucjesgast. Tuzani. Ja, we hebben hem gefilmd, toch? Ik film ook wel eens met hem. Met hem? Nee, Tuzani. Titan! Maar dit is zo'n vage foto. Hoezo is dit nou weer vaag? Dit is gewoon een blonde chick. Hallo, jij zegt al twee keer op rij, zeg je, oh, ik had het echt moeten weten. Nou, laat je eens een keer zien van je goede kant. Ik wilde wel je goed hebben. Anders ben je echt wack. Anders kijk je echt alleen maar naar de bal. Kijk ook alleen maar naar de bal. Ik twijfel tussen twee. Je moet even nadenken. Peter heeft waarschijnlijk gezocht op voetbalbabes quiz. Wie zou er in zo'n quiz staan? Messi of Neymar, denk ik. Echt? Fabregas. Ik heb geen idee. Ik weet het niet, maar ik zeg Messi. Ga voor Fabregas. Ik heb Tom Cleverley. Wie de fuck is dit? Weet je wie het is? Hij heeft gewoon gezocht op de mooiste voetbalvrouw. Dit is zo slecht. Wie de fuck is Tom Cleverley? Ja, hij is gewoon een kutvoetballer. Peter heeft gewoon gezocht op de lekkerste voetbalvrouw ooit. Dit is echt een kutquiz, Peter. Als jij een foto ziet van Fabregas, zou je hem herkennen. Dan doen we dat niet gewoon. Met wie is deze voetballer? Dat weet ik niet. Ja, ik weet het wel. Welkom bij Ex on the Beach. Woele Lisa gaat kijken of ze is van Temptation Island. Temptation Island. Dit is, ik zeg Thomas van Balen. Wow. En ik het Nederlandse, random Nederlandse naam. Ik denk Rick van der West. Gregory van der Wiel. Gregory van der Wiel. Ja, je moet weten. Ja, nee.
Die Nederlandse vibe, ik zat goed, hè? Nou, deze moet je weten. Ah, gast. Dit is wel een mooie vrouw. Ja, dit is mooi, allemaal mooi. Deze ligt er niet naakt bij. Deze is het klasse. Een topvrouw. Ik heb geen idee gehad. Dat is Shakira? Nee toch? Dit is Shakira, met opgespoten lippen. Ze heeft een voetballer die dus aan het veel geld heeft om overal botox in te spuiten. Dat ziet er al wat ouder uit. Niet 40, maar 21 meer. Dat is echt een kut, Chris. Deze video is helemaal kut. Dit is helemaal kut. Ik zeg Thomas van Malen. Ik denk dat het Robin van Persie. Ja. Peter Crouch. Dat is weer zo'n lelijke Engelsman met te veel geld. Die ook te oud is dan inmiddels. Iemand tweette een keer naar hem voor een Q&A. Tweette die van wat zou je worden als je geen voetballer was. Had hij geantwoord a virgin. Oh. En nu heeft hij gewoon een fucking lekker wijf. Voetbal. Hij is groot trouwens. Als je pack opent met hem. Ja, is echt kut. Hij is fucking slecht. Hij is zijn keeper. Hij lijkt op Van der Sar. Hij is Van der Sar. Hij is de broer van Van der Sar. Peter, komen er nog leuke? Dat is een topvrouw dit. Maar okay. Peter's vriendin. Messi. Die van Messi moet erin zitten gewoon. Maar die van Messi is dit niet. Maar ja, weet je. Straks is het die van Messi. Dit is nou typisch de vriendin van Stam. Ja. Jaap Stam. Oké, we gaan kijken. Eden Dzeko! Ja, die Eden Dzeko is zo onbekend en helemaal zijn chick. Echt? Ja, die is, wel, is gewoon een goede speler. Wat een kutquiz! Dit is echt kutquiz dit. Nou. Ah, de, deze is moeilijk, zeg. Oh, nee, we hebben hier een moeilijke tussen gedaan. Wat lastig. Deze dus, jij ook. We weten er straks gewoon evenveel. Ik gok dat Snyder is, man. Ja, ik weet het niet, man. Ik dacht die ene zanger, toch? Jan Smit of Jan Smit, ja, weet je wat Snyder nu voetbalt? Nee, München. Nee, bij Dortmund. Nee, ook niet. Bij HSV. Nee, hij speelt niet in Duitsland. Weet ik veel. Een Russische club. Nee. Een Belgisch. Ook niet. PSG. Bijna. PSV. Nice. Oh, oké. Okay. Wow. Wow. Hey. Jij hebt niets gezegd. Jawel, maar ik... Oh, nee, kut. Ja, dat jij niet. Nee, jij mag ook wel een puntje. Dan is dit de laatste al. Geef je mij een puntje? Dan schud ik hem niet. Geef me een puntje. Ja, een puntje. Nice, man. Nee, dankjewel, man. Jezus, man. Ja, maar dit is zo'n onduidelijke foto. Dit is... Hoezo is dit een onduidelijke foto? Veel... Dit is voor een shoot of zo. Dit is toch een onduidelijke foto? Ja, maar als je komt tegenwoordig in de stad, loopt het niet zo bij. Maar niet alleen met dat ze geen kleren hebben, ook dat hoofd. Dat is helemaal zo opgemaakt op een andere manier. Dat het niet meer lijkt op als je ernaast ziet. Ja, dat is toch heerlijk dit. Ik gok Gutsen. Ik ben wel vrij specifiek. Hoezo? Gewoon. Dit zou ook wel die van Messi kunnen zijn. Ik zou Messi zeggen als ik jou was. Messi, dit is de vriendin van Messi. Kevin Prins. Peter is een kutquiz. Op zich, deze heb ik wel eens in een video gedaan. En die vrouw lijkt totaal niet. Nee, echt totaal niet. Dit is echt zo. Nee, je had helemaal gelijk over die foto, man. God damn right. Deze weet ik. Echt? Ja. Nee! Deze weet ik! Nee, normaal niet! Deze weet ik ook. Ja, wat je eerst zeggen? Het is Nederland, of niet? Nee. Oh, kut. Nou ja, ik ga me verraden. Cristiano Ronaldo. Het is Gutsen. Echt? Deze is van Gutsen, ja. Oké. Okay. Yes! Okay, eindelijk eentje. Ik wist dat je één had. Ik wist dat je beter was dan alleen Jolante. Wat is het met, zeg maar, voetbalvrouwen die altijd blijkbaar zulke shoots moeten doen? Dit zijn gewoon modellen. Ja, oké. Okay. Goed antwoord. Die lijkt weer op Jolante. Dit lijkt gewoon op een... Het lijkt alsof ze in een clip van Yellow Claw. Ja, zoiets, ja. Dit lijkt bijna op een minderjarige. Dit kan niet. Ze lijkt Nederlands of zo, ik weet niet. Ik heb geen idee. Ik ga voor een Nederlandse naam. Noemen ze een Nederlandse voetballer? Leroy Fer. Robin. Arjen Robben. Ja. Arjen Robben. Die past hier wel bij, vind je dat? Je mag niet Arjen Robben kiezen als ik Arjen Robben. Ik kies Arjen Robben niet. Nou ja, je mond dan. Ik kies Leroy Fer. Ik weet niet waarom, maar. Memphis. Oh, dit is die. Die. Hey, Gauwie. Hey, Gauwie. Hey, Gauwie. Dit is. Zij lijkt niet totaal niet op. Zij lijkt niet totaal niet op. Hier lijkt ze totaal niet op hoe ze is. Jij probeert allemaal smoesjes te nemen. Nee, maar dit is die foto. Je bent gewoon niet. Ik had een andere bank zitten moeten kiezen. Ja, dat is waar. Eén blonde vrouw! Ik weet hem al. Ik weet het serieus. Ik veel. Ja, even nadenken. Ik weet zeker dat ik deze al eerder heb gezien. Nu heb ik het vals aan het spelen, zeker. Hoezo? Vanaf nu weet jij alles en dan is het ingezien. Nee, helemaal niet. Ik weet dit gewoon. Is dit Shakira? How about new? You crazy Dutch bastard. Feinsteiger. Ja, dat klopt wel, denk ik. Als dit klopt. Dit klopt sowieso. Echt? Ik dacht, ik wil een Duitse voetballer. Oh nee. Carlos Puyol. Oh, okay. Maar dit is een heel ander wijf dan op die andere. Oh, sorry. Hij lijkt op Tarzan. Tarzan en Jane zijn dit. Wow. Wow, topwijf. Wederom, ik heb geen idee. Aquilani. Dat is een voetballer met een vrouw. Lijkt gewoon alsof je haar naam opnoemde. Oh, dat is Aquilani. Oh, lekker wijf van die Aqui. Ik ga voor Maradona. Die chick heeft hij echt al 3 jaar niet meer. Echt, hij heeft een andere vriendin. En die meeste campagne uit elkaar. Dit is echt een kutquiz, ja. Dus kijk, zijn ze die anderen ook allemaal uit elkaar, weet je wel. Dit is gewoon een quiz uit 2009. Man. Nou. Shakira. Ja! Dat is Shakira. Ja, dit is Shakira. Ja. Dit is haar. Ja. Nee, dit is het niet. Jawel, dit is Shakira. Dit is Piqué. Nee, helemaal niet. Piqué, jawel. Dit is Shakira niet. Jawel. Dit is Shakira. Luister naar namen. Ik ga voor Gerard Piqué. Ja, daar ga ik ook wel voor Piqué. Ja, hoor. Ja, ik wist het wel. Dit was de enige waar ik nog bang voor was, dat ik deze over neuken. Weet je wel hoe Shakira eruit ziet? Ja, nu ik het zag, wist ik het gelijk, maar... Waar kijken we wel? Ik weet het. Dit is Feinsteiger. Nee, dit is Oké, okay, dat geloof je niet. Oké, maar ik vind dat ik nou niet voor Feinsteiger mag gaan. Oh, je moet zelf weten, of je me gelooft. Oké, okay, ik ga wel voor Feinsteiger. Nee, dit is nooit Feinsteiger in mijn case. Oh, wat is dit, joh? Dit is de vrouw van Feinsteiger. Ja! Oh, dit is het! Dat was hier als Feinsteiger. Yeah. Oh,
is echt niet dit. Dit is toch top? Gadverdamme. Lijkt op de ex van Eminem. Die ken ik niet. Ik ga voor Buffon. Ik ga voor Boef. Gewoon Boef. Neymar. Dit is neem maar zijn moeder, denk ik. Getinte guys willen altijd blonde chicks. Dus ik ga toch voor Neymar. Ibrahimovic. Zlatan inderdaad. Dat is chick van Zlatan. Gadverdamme, zeg. Ik heb geen idee, man. Ja, Buffon. Jongen, weet ik veel. Noem eens even een kleine voetballer. Van een kutvoetballer. Brian van der Maden. Ja, die is niet zo goed, hè. Ik ga voor Brian van der Maden. Oh, van Suarez. Ik heb ook twee keer Suarez genoemd. Ja, jij hebt ook Suarez genoemd wel. God, het is een mooie chick. Deze weet je. Dit is echt zo'n typische voetbalvrouw. Ja, ik denk dat dit een chick is van Casillas. Wacht. Van Kaka. Nee, van... Dit is een chick van Messi. Dit is een AC Milan shit aan, hè. Goeie. Kom op, doe even. Aquilani. Denk je dat echt? Aquilani. Noem een andere persoon van Milan. Aquilani. Nee, een andere. Die zeg maar Kaka. Kaka. Ronaldinho. Ronaldinho, wat loopt hier nog bij? Deze moet je weten. Deze weet dit ik moet zelf. Neymar zijn dan. Dit is sowieso Neymar. Dit wist ik zelf. Weet ik niet wat Neymar is? Nee, ik weet het zeker. Deze gast is ook zo bekend dat hij zo'n mooie vrouw heeft. Dit was heel lang de derde keeper van Manchester United. Boeit mij niks. Dat boeit niemand. Nee. Nou, kom op. Het is wel een feest om deze quiz te spelen. Messi. Messi. Matri. Matri, die is ook zo onbekend. Peter. Is hij klaar? Yo, Matti, dankjewel dat je je kostbare tijd wou verneuken zonder mij naar fouten. Ja, dat is echt. Maar vooral Peter, is jouw schuld, gast. Matri. Nou, hey jongens, abonneer ik even op hem. Doe even. Leuk, hè? Wil je nog iets zeggen? Nee, hè? Schweinsteiger. Fuck you. Fuck Schweinsteiger, man.